En dus had ik mij weer opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen de V&D's maar in twee kleuren voor leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover een keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd Doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens Denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem: waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld: ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keus heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keus en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt u kussentjes? Ja, verkoopt u nou kussentjes of verkoopt u nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is die ver vandaan de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand.